Goedemorgen. Dag Eileen. Dag Eileen. Hallo. Dat is wel grappig. Dat is heel grappig om je eigen naam te zeggen eigenlijk. Zeg, nou, waar gaan wij? Want ik rij hier. Ja, aan welke ik rij een combi, je moet dan wonen. Ja, naar mijn werk. Hoe ziet u een dagelijkse dag er dan uit? Moet jij dan bijvoorbeeld ook het verkeer regelen? Want dan zitten we naar alle plekken toch tegenop kijken, hè? Dat is toch van... ik vind dat wel nog tof, hè. Ja? Oh, als ze mij begrijpen, hè. Is dat zo dicht bij de bevolking? Ja. Je weet niet wat dat die een bestuurder al een hele dag heeft meegemaakt, maar die een bestuurder weet ook niet. Wij zijn ook maar mensen, hè. Tuurlijk. Voor hetzelfde geld ben ik slecht uit mijn bed gestapt. Ja. Of is er van de morgen iets gebeurd met mijn lief dat ik niet heb, dat ik er mijn boel niet heb gehad? Of, je weet dat niet. Ja, hoe zit het daarmee eigenlijk? Ja, super slecht. Ja, wat nog gezegd tijdens de mol zelf, oh, dat gaat de springplank zijn. Ja, maar geen springplank. Hè. Gilles, de winnaar van de mol van vorig jaar, maar eigenlijk ben je toch een beetje de winnaar. Eigenlijk ben je de winnaar. Eigenlijk ben jij de winnaar. Die werkt nu bij Woestijnvis. Ja. Is dat dan ook iets wat jij ambieert? Nee, want ik heb heel weinig talenten in mijn leven. Oh. Ja, dat is gek, hè, maar ik durf dat echt heel graag over mij zeggen. Ja, ook. Ik kan totaal niet dansen. Moest er ooit al zoiets gebeuren, zo van... we pakken alle slechtste dansers en we proberen daar iets mee te doen. Ik schrijf me direct in. Je staat wel te dansen op een feestje. Ja, ik moet wel zat zijn, hè. Ja. Als ik zat ben, dan ja, nou, dat liedje, ik voel mij sexy als ik dans. Ja. Ik voel mij echt sexy als ik dans. Ja, als ik zat ben. Dat is wel echt waar. Dan denk ik van, ah ja, mooi, ik kan keigoed dansen. Ja. En ik zou mijn eigen echt niet willen zien. Hè. Maar over muziek gesproken. Ja. Hier staan hier wat nummertjes klaar. Oh ja. Ah, ja. Ed Sheeran. Je hebt wat nummers gekozen. Sheeran. Ja, ik vind die geweldig. En die staat ook zo alleen op het podium, hè? Ja. Dat is waanzin, hè? Die heeft niet meer nodig. Nee. Die is gewoon hoe dat is. Die heeft ook geen gsm. Ja, nee, die heb ik over het laatst. Ja, nee. Die heb ik over het laatst weten gekomen. Alles gebeurt bij mail bij hem. Want okay. Hij zegt ook, ik word daar zot van. Ik heb dat allemaal niet nodig. Ik wil niet weten wat ze over mij zeggen. En ik heb dat niet nodig. En ik zie, als ik een optreden doe, dat de mensen blij zijn en dat ik ze gelukkig maak. En dat is het belangrijkste voor mij. Klopt, hè? Die heeft het goed gezien. Want je hebt ook wel wat bonen mogen fretten wat sociale media betreft, hè? Ja, ik heb dat er heel moeilijk mee gehad eigenlijk. Ja. Omdat ik zoiets heb van, de mensen denken dat ze je kennen omdat ze je 2 afleveringen op tv zien en omdat je een dom antwoord geeft in een quiz. En, ja. Ik kon dat dan, ze zeiden dan van, trek het u niet aan, je bent de mol. Ja. En dat was ik tegen mijn eigen ook aan het zeggen. Ik was dat wel aan het relativeren, omdat dat ook mijn rol was dat ik moest spelen. Maar langs de andere kant dacht ik, als ik de mol nu niet was, ja, dan kreeg ik die commentaar ook. Hè. Ja. En dan was die echt op mij. Inside the mountain I see fire. Hola. Burning the trees I see fire. Hold on when so. Ja, Codeline is een groep dat ik eigenlijk nog niet zo heel lang heb leren kennen. Ja. En eigenlijk door mijn beste vriend. Ja. Dat heb ik leren kennen. En dat was eigenlijk een periode dat we wat moeilijkheden hadden door een gemeenschappelijke vriendin. Dat dan eigenlijk dat was een probleem, ja. En dat ging niet goed meer. En we zien die nooit meer eigenlijk. Ja. Die is ook uitgeweken naar ergens anders. Die, ja. Die heeft echt een ander leven aangenomen. En, ja. Maar soms is volwassen worden ook mensen loslaten. Hè? Ja, ja, maar... dat vind ik toch. Het blijft wel lastig, omdat ik heb mij vooral in die situatie heel erg afgevraagd wat ik heb misgedaan. Ja. Omdat er gaat wel iets geweest zijn, hè, want... het is niet zomaar dat iemand zegt van kijk, ik wil u niet meer kennen en ik wil u niet meer... Ja. Dat was een ganse situatie en ik vraag mij nog altijd af, waar is dat zo kunnen mislopen? Ja. Want die persoon waar ik over bezig was, die betekende ook heel veel voor mij. Ja. Ik deed daar superveel mee en ik heb daar ook echt heel veel voor gedaan. Ik heb daar sommige dingen voor opgegeven. Ik heb daar echt heel veel moeite en energie in gestoken in eigenlijk iets dat volledig kapot is gegaan. Ja. Baby, dad is busy. Dad is writing the song. The song ain't gonna write itself. I give you one other look and you gotta swing by yourself. When I'm gone, just carry on. No more rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down and you're smiling. And I didn't feel the pain. So baby, don't feel the pain. Just smile. Josh, you know that.
Dat is wel, allee, dat roept ook wel veel herinneringen op. Ja, dat is wel, want, ja. Want wij hebben die test gehad, allee, die proef. Maar iedereen wou dat erachter ook echt kennen, dat liedje. Ja. Dat was zo grappig. Ah, nu is het ons stuk eigenlijk, ja. Afrika. Chocholosa. Con les ontabas. Timela. Dat is ook iets dat je nooit van je leven gaat vergeten. Nee, toch? Nooit, hè. Want is uw leven nu eigenlijk echt veranderd? Ik ben vooral zelf een beetje veranderd, denk ik. Ja? Ja, in mijn... Ik ben zo wat kalmer en zo wat... Ik relativeer alles meer. En het is allemaal wel oké, gelijk dat het is. En is het niet zo, dan is het ook oké. Ja. Gewoon omdat... Die heeft wel heel veel van mij gevraagd. Want ja, je bent dan 3 weken op reis. Ja. Je komt dan terug. En dan moet je werk terugbrengen. Ja, en dan moet je ook nog eens... En gezwijgd, je moet blijven zwijgen. Ah ja, dat is precies. Of die 3 weken zijn niet gebeurd. Dat lijkt mij zot. Je moet ook niet vertellen dat je hebt naar de mol gaat. Hè? Hoe zit dat juist in zijn werk? Ja, je moet dus iets verzinnen dat je dus niet hebt gedaan. Ik had gezegd dat ik naar de Kilimanjaro ging gaan beklimmen. Ja, dat is totaal niet geloofwaardig. Hè? Maar totaal niet. Hè? Maar ik had gisteren met een collega dat ging doen. En ik dacht, als die dan op het werk er verhalen over vertelt, kan ik die gewoon overnemen en thuis vertalen. Ja. Maar ja, in 2017 vraagt natuurlijk iedereen foto's. Allee, toen ook 2016. Ja, voilà. Foto's en van alles en nog wat. Dan had ik een verhaal verzonnen dat ik met mijn collega boel had gehad. En dat hij de foto's heeft en dat ik er uit principe niet achter wil vragen en dat hij maar tegen mij spreekt. Ja, dat is super irritant, want ja, je weet dat je niet geloofwaardig overkomt. Ja. Hè? En tegen je ouders hebben we dat ook al moeten zwijgen? Nee, mijn ouders wisten het en mijn broer wist het, want mijn broer is afgekomen ook. Hè. Ja, ja. Ja, dus ja. Die mochten op de hoogte zijn, omdat ja, ook... Allee, stel dat ik na 3 dagen er wel was en ik was de Kilimanjaro gaan klimmen en één keer na 3 dagen ben ik thuis en mijn pa komt de kat mee te geven. Ja, ja, ja. Ja. Dan, allee, wat doe je eens? Zeg je op de Kilimanjaro? Ah, nee, ja, ze hebben mij naar huis gestuurd. Naar huis gestuurd, ja. Ja, 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 absoluut. Dat gaat niet, hè, eigenlijk. Ah, we zijn hier aan de flikkers, hè. Ah, wat was, hè. Oei, sorry. Dat mag, politiecommissariaat. Het politiecommissariaat. Anders stel ik direct de pv'ken op. Nu, voilà, allee. Nee, niet doen. De rit zal toffer zijn als het werk zelf, maar alleen maar kijk. Bedankt voor het vervoer. Zeg jij, merci, het was keigezellig. Ja, ik vond het ook echt heel tof. Allee, salukjes, hè. Joe, groetjes. Joe. Groetjes aan de smurfpuis. Ja.